Welkom bij Spakenburg Nu. Wat hebben wij vandaag voor u? Art Studio, In de Luwte, de gemeenteprijs en retailprijs voor Maggie's Mode. Op 13 november werd in het gemeentehuis voor de eerste keer de gemeenteprijs uitgereikt. Er waren 3 genomineerden. Stichting Gewoon Sport, Landwinkel De Kastanjeboom en Het Klip. U ziet nu een klein stukje, maar binnenkort hoort u meer van ons hierover. Maar de vraag, waar gaat de gemeenteprijs naartoe? Dat kan ik zo bekendmaken. Gaat de prijs naar de Zevenhuizenstraat? Of gaat die naar op de Ree, waar de haven staat en het Klip haar thuis heeft? Of gaat de prijs naar de Bikkersweg, waar Agilitas het sportcomplex heeft en waar de stichting Gewoon Sport wekelijks op zaterdagmorgen haar onderdak heeft? Dames en heren, ik maak u met vreugde bekend dat de jury heeft geadviseerd, bindend, en dat het college daarom ook heeft besloten om de gemeenteprijs 2012 toe te kennen aan het cliënteninformatiepunt. Er komt weer een Vesper-uitvoering. De uitvoering is op 23 november aanstaande om 8 uur in Hervormde Kerk in Bunschoten. Er wordt muziek gezongen van onder andere Gert Oost, Daniel Raukema, Willem Vogel, Felix Mendelssohn en Jacob Hendel. Het is gratis, maar na afloop is er wel een collecte voor de onkosten. Vorige week zaterdag, 10 november, was het voor ex-plaatsgenoot Kobi Visser een heel bijzondere dag. Velen van ons kennen haar nog als onderwijzeres. Samen met haar man Hessel woont ze nu al jaren in Botswana en eindelijk mochten zij hun levenswerk, het Nieuwe Testament in de Naro-taal, inwijden. Kobi schreef hierover zelf in een nieuwsbrief: "We mochten de Heere danken voor zijn woord in de Naro-taal, het aan hem toewijden en hem bidden dat hij het rijkelijk wil gebruiken onder de Naro-mensen." Het programma op zaterdag 10 november begon om 9 uur 's ochtends. Vertegenwoordigers van Naro San-mensen ontvingen het Nieuwe Testament, terwijl voorgangers op hun typische Naro-wijze zegenwensen uitspraken. Hessel en Kobi verdiepten zich van tevoren uitgebreid in de Naro-taal, een typische kliktaal. Kobi werkte daarnaast hard aan het terugdringen van het analfabetisme. Helaas is nog steeds lang niet iedereen in staat te lezen, maar daar wordt in Botswana door Kobi nog steeds hard aan gewerkt. Kunst en cultuur spelen in ons dorp een grote rol. De cultuurroute was daar het levende bewijs van. Er zijn veel mensen die met kunst bezig zijn, zoals Yvonne en Monique Huigen. Tijmen sprak met hen. De zussen Monique en Yvonne Huigen, beide kunstenaars. Ja, dat is toch wel heel mooi, hè, als je allebei zo bezig bent met de kunst. En dan is natuurlijk de vraag, hoe is zoiets ontstaan, Monique? Ja, jeetje, hoe is zoiets ontstaan? Ik denk dat het al wel in ons zat. Altijd al, wij tekenden altijd al van kleins af aan. Ik tekende mijn zus vroeger natuurlijk altijd na. Grote zus, die keek tegenop. Dus alles wat zij tekende, tekende ik ook na eigenlijk. Ja, en van daaruit ga je verder kijken. Maar ja, jij hebt je beroep ervan gemaakt. Ja, dat klopt. Ik ben op een gegeven moment een hbo tekenen gaan volgen. En nu geef ik dan les op een vmbo. Dan geef ik tekenles en handvaardigheid en alle beeldende vakken eigenlijk. En in het verleden gaf ik ook nog wel eens schilderles aan volwassenen in de avonduren. Maar op dit moment even stopgezet. Kleine kindjes zijn er nu tegenwoordig. Dus nou ja. En daarnaast ben ik zelf ook meer gaan schilderen eigenlijk. Ja. Eerst portretten, opdrachten. En nu probeer ik telkens te kijken van nou, wat voor onderwerpen spreken mij aan. En dan wat inspireert mij en daar ga ik mee verder eigenlijk, ja. Even weer nog een stapje terug. Ja, was het eigenlijk zo dat je eigenlijk vroeger ook toch al opviel dat je jullie goed tekende? Nou, het zat wel in dat we het graag deden. Dus ik weet op de MAVO nog, ja misschien lagere school al trouwens, ja. Meester van Dijk moest ik ook tekenen. Ja. Maar op de MAVO, als je dan even iets niet interesseerde, dan ging je al ogen tekenen, weet je wel. In je rekenschriftje of je taalschriftje. Ja. Dat deed ik al wel. Ik weet dat we hadden altijd, hoe heet hij nou, meneer De Jong, tekenleraar. En als je dan een mooie tekening had, dan kwam je in een wissellijst. En dat was dan de mooie tekening. Nou, dat hing die van mij toch altijd wel in. Dat vond ik altijd wel heel erg leuk, hoor.
Van het tekenen is eigenlijk ook het schilderen gekomen. Ja, inderdaad. Je begint toch wel met tekenen of schetsen, potlood. Later ben ik met houtskool dan begonnen. En uiteindelijk schilderen, ja. Dan moet ik zeggen, ik doe dat nu erbij. Maar ik volg toch wel veel lessen. Nu met Maybrit en bij Magree bij het pand. Dus ik probeer mezelf wel te verbeteren. Hoor. Nu wat meer tijd daarin te gaan steken. Ja, ja en je probeert toch steeds verder te gaan en ja, te ontdekken. Je blijft maar leren. Dat denk ik wel met schilderkunst. Je blijft altijd leren. Ja, kunst kun je jezelf altijd verder ontplooien. Hè? Dan ga je altijd... Je kan ook nog dat je niet een eigen stijl hebt bijvoorbeeld. Dus dan ga je verschillende stijlen proberen. En wat ligt jou dan? Dus in de kunst kun je altijd jezelf verder ontplooien. Eigen stijl? Monique, heb jij ook een eigen stijl? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik eigen stijl heb. Ik ben wel, ik schilder graag met acrylverf. En ik hou wel van klodders. En dat het allemaal niet zo netjes is. En ik ben niet een fijn schilder. Mijn onderwerpen die vergroot ik. Dus een soort van blow-up is dat dan, een uitvergroting. Dat je echt een soort van inzooming hebt. En ik denk dat dat wel kenmerken zijn van mijn schilderwerk. Nou, ik ben eigenlijk wel zoekende, want ik ben van de houtskool naar fijnschilderen gegaan. Maar het lijkt me een super uitdaging om abstract te gaan doen. Maar daar hebben we nog niet echt iemand in het dorp, zeg maar, die daarvoor les geeft. Dus daar moet ik er even naar op zoek. Maar dat lijkt me een uitdaging. Yvonne, behalve het schilderen heb jij ook nog een artstudio, een artstudio 11. Ja, klopt. Artstudio 11 is een galerie. Gevestigd hier in de Dorpsstraat in Bunschoten, maar ook online te bezichtigen. Artstudio 11 is eigenlijk een galerie met zo'n 15 kunstenaars. Het wisselt een beetje, af en toe krijg ik weer wat nieuwere. Niet alleen Spakenburgse kunstenaars, maar ook van buiten de plaats. En jaarlijks wordt een grote expositie georganiseerd. Dat is eigenlijk al begonnen in 2010. In 2010 bij Maybrit, in het atelier van Maybrit, hebben we helemaal volgehangen met verschillende kunstenaars. Er was al een super opkomst, dus toen ontdekten we van, hey, mensen vinden dat in het dorp eigenlijk wel heel leuk. En ook omdat je het op een andere manier belicht. Dus niet het stoffige expositie, maar echt een beetje feestelijk, ook weer een VIP-avond. En daar komt ook het zakenleven op af. En dat is natuurlijk voor de kunstenaars ook. Fijn, want uiteraard vinden ze het ook leuk als een kunstwerk verkocht wordt. En zakelijk is dat natuurlijk toch ook een stukje makkelijker tegenwoordig om te kopen. De tweede expositie hebben we in 2011 gedaan, de Eemlandhoeve. Bij Jan Huigen. Was ook super groot succes. Ook iets van 200 man op de VIP-avond. En de open dagen werden ook goed bezocht, ook van buiten de plaats. En nu in 2012 dus bij Roes voor Held. Daar hadden we ook ongeveer 15 kunstenaars. En dan het hele pand beneden, boven, hebben we helemaal volgehangen. Ja, want jij vervult eigenlijk dan ook een soort, laten we zeggen, makelaarsfunctie voor die kunstenaars? Ja, je kan me zien als een soort van makelaar in de kunst. Ik stel even een voorbeeld. Sonja Matthijssen bijvoorbeeld maakt hele mooie bronzen beelden van massief brons. En zij houdt natuurlijk liever bezig met het maken van die kunstwerken. En de commerciële kant is natuurlijk heel moeilijk. En zeker om het van je eigen werk te doen. Dat zou ik zelf ook moeilijk vinden. Maar ik vind het natuurlijk fantastisch om andermans werk in de picture te zetten. En dus ook dat het verkocht kan worden. Dat mensen daarop vallen en het privé kunnen kopen of zakelijk. Heb je ook nog andere locaties waar je, behalve hier in de Dorpsstraat, waar je de kunst tentoonstelt? Ja, er zijn twee lege panden, de Vissteeg en de Ziel. Op de Ziel, daar wisselt het ook elke keer. Dus verschillende kunstenaars komen daar te hangen en in de Vissteeg ook. Dus schilderijen van Eipke Kok, Maybrit van de Cotelet, Monique Huigen natuurlijk, Alice Hartog. Het wisselt elke keer met kunstenaars. Dus het is heel leuk voor de mensen om, denk ik, om er langs heen te lopen. En te kijken naar de verschillende kunstwerken. Hoe kunnen mensen die kunstwerken zien en eventueel kopen? Ik heb grote borden erbij staan bij de ramen. Want die winkels gaan natuurlijk niet open. Ik ben wel hier, maar ik kan niet overal zijn. Daar staan op de borden staan het e-mailadres van Artstudio 11 en telefoonnummer. Dus daar ben ik altijd op bereikbaar. En hier in de Dorpsstraat, dus deze galerie is eigenlijk tot nu toe nog op afspraak. Kunnen mensen hier kijken en als ze iets gezien hebben in
In de lege panden kan ik dat ook weer hier naartoe nemen, dat ze het gewoon even in het echie kunnen zien. Hè? Ja. We genieten allemaal van de schoonheid van de herfstbomen. Voordat ze in hun wintertooi, dus kaal zijn, vallen de bladeren er weer in grote hoeveelheden vanaf. De gemeente probeert zoveel mogelijk de straten schoon te houden en veegt daarbij de bladeren weg. Maar meestal gaan mensen ook zelf aan de slag om het straatje schoon te houden. U kunt daarbij gebruik maken van de bladkorven. Deze bladkorven staan op boomrijke plekken in de gemeente. Hier kunt u de opgeveegde bladeren in kwijt. Let op, het is zeker niet de bedoeling dat er snoeiafval ingegooid wordt. Dagbesteding in de Luwte in verzorgingshuis De Haven bestaat 25 jaar. Maandag 12 november was een bijzondere, een feestelijke dag. Marianne was erbij en sprak met Alice Albers. Ja, Linda vroeg mij om een toespraak te houden. Nou, dat vind ik best. Ze had me niet gezegd dat dat zo'n grote zaal vol was. Dus dan wordt het toch alweer wat anders dan even zo knus in de Luwte met elkaar. Maar ik wist het wel. Ik doe dat graag. In de Luwte, laten we het nou wel goed blijven noemen. In de Luwte, ja, dat is toch een heel bijzonder en apart onderdeel in de haven. En als de In de Luwte 25 jaar bestaat, dan is dat ook echt reden voor feest. We hebben dan ook een feestelijke bijeenkomst vanmiddag en vanavond. En ook in de rest van de week zullen nog allerlei mooie dingen plaatsvinden. In de Luwte bestaat al 25 jaar. Terugrekenend betekent dat dat in 1987 deze voorziening in de haven werd gestart. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik net wat in een geschiedenisoverzicht las, kwam ik tegen dat in 87 de haven, in de Luwte een nieuwe ruimte betrok. Toen dacht ik, was er daarvoor dan ook al een oude ruimte? Ik kan me dat niet voorstellen. Maar er is maar één persoon die dat echt weet volgens mij en dat is Ine. Ik denk dat 1987 november echt de start van In de Luwte is geweest. En ik noem dan al de naam Ine. Van het begin af aan, nauw betrokken bij In de Luwte. Ja, ik kan wel zeggen, zo zei ik het net ook tegen haar, het is ook wel jouw geesteskind. Nou, zo ervaart ze dat nog steeds. Fijn dat Ine ook in ons midden is. Heel lang heeft ze daar een coördinerende rol, een leidinggevende rol vervuld. En totdat zij een aantal jaren geleden werd opgevolgd door Gerry. Als ik de naam Ine noem, dan moet ik aan zoveel andere mensen ook denken die al zo lang betrokken zijn bij deze dagverzorging. En dat vind ik wel een heel bijzonder iets. Dat mensen zich zo lang verbonden weten, willen weten met iets als onze dagverzorging. Heel wat medewerkers die er al bijna of helemaal vanaf het begin zijn. En als ze niet als medewerker zijn begonnen, dan zijn ze wel als vrijwilliger begonnen. Nou, we zien ze dan ook, ook al hebben ze weer afscheid of inmiddels afscheid genomen, weer terugkeren hier. En dan, ik loop het gevaar dat ik mensen niet noem die dan denken, waarom ben ik niet genoemd? Maar een beetje voor de vuist weg, hè, als ik dan Alice tegenkom en Tini en Tineke, ja, dat zijn van die oud-gedienden die met hart en ziel zich altijd voor In de Luwte hebben ingezet. Daarmee doe ik niets af aan de inzet van anderen. Ook het huidige ploeg met Annelies en Linda en Alinda en Tresia. Ja, soms moet ik even namen spieken hoor, dat moet ik eerlijk toegeven. Het is ook wel eens lastig, zoveel namen. Maar die doen hun werk met zoveel inzet. Ik geniet daar altijd van. Als ik mijn kamerdeur open heb, en dat is vaak het geval, dan hoor ik de betrokkenheid en hoor ik hoe de medewerkers en ook de vrijwilligers omgaan met de bezoekers, dan hoor ik dat er sprake is van gezelligheid en, ja, sfeer. Ik pak even het artikeltje erbij dat in de havenberichten stond. Daar wordt ook nadrukkelijk gezegd, sfeer en gezelligheid zijn belangrijke uitgangspunten bij In de Luwte. Nou, dat kan ik van harte beamen. Er wordt volop gelachen.
En ik weet hoe graag de mensen er komen. Ik feliciteer alle medewerkers, bezoekers, vrijwilligers, allen die betrokken zijn in de duwte met dit mooie jubileum, door dit bloemstukje aan Linda te overhandigen en alleen Linda te zoeken. Ik sta hier bij Alice Aalbers. Wat is jouw functie hier? Ik ben teamleider welzijn en dat betekent dat ik een aantal groepen aanstuur, waaronder de dagverzorging. In de Luwte, waar komt die naam eigenlijk vandaan? 25 jaar geleden is het gewoon begonnen met de naam dagverzorging. En op een gegeven moment hebben we gedacht, dat is niet leuk, dagverzorging. Er is een wedstrijd uitgeschreven en in de Luwte kwam er uit. En dat betekent eigenlijk? En dat betekent eigenlijk dat je mensen in de Luwte aandacht en zorg biedt. En dat moest ook natuurlijk een klein beetje een link hebben met de scheepvaart, met de haven. En in de Luwte is verbonden aan de visserij, de scheepvaart. En hoe is het ooit ontstaan, het idee 25 jaar geleden? Er is destijds een onderzoek gedaan door Stichting Welzijn Ouderen in Bunschoten. En daaruit kwam heel nadrukkelijk de vraag naar voren voor een vorm van opvang. En hoeveel dagen mag iemand maximaal in de Luwte verblijven? Nou, 25 jaar geleden zijn we begonnen met 2 dagen. En dat is gegroeid. En mensen die willen komen, die hebben een indicatie nodig. En daarin staat aangegeven wat iemand maximaal mag hebben. En dat kan groeien naar 5 dagen in de week. Is er ook een wachtlijst? Er is een hele korte wachtlijst. En we hopen die altijd maar heel erg kort te houden. Want mensen die zich aanmelden, die hebben ook echt die zorg en die aandacht nodig. En wat wordt er de hele dag gedaan allemaal? Heel veelzijdig. Om 10:00 is iedereen welkom. We beginnen met een kopje koffie. We nemen de kranten bij om een beetje het nieuws te volgen. We praten met elkaar over allerlei onderwerpen die betrekking hebben. Ter gelegenheid van Sinterklaas geeft Spaghetti Jeugdtheater op woensdag 21 november een voorstelling voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit wordt gedaan in verschillende vestigingen van Bibliotheken Eemland. Dank u, Sinterklaasje, is een sterk interactieve, clowneske en muzikale voorstelling die geen kind wil missen. Ook worden er Sinterklaasliedjes gezongen met de accordeon en iedereen is van harte welkom. Het is in Bibliotheek Baarn van 1:30 tot 2:00 en in Bibliotheek Bunschoten van 3:30 tot 4:00. Op de Loodijk werd woensdagmiddag de duurzaamheidsprijs uitgereikt aan de gebroeders Holwerf. Zij construeerden een mobiele mestscheider naar het voorbeeld van Denemarken en Oostenrijk, waar iets dergelijks al bestond. Dijmen was aanwezig. We zijn hier op de Loodijk bij de familie Voorburg en op de boerderij. En achter ons ziet u een mestscheider. Die scheidt de mest rechtstreeks vanuit de giertank in een vloeibaar deel en een vast deel. Straks veel meer daarover. De gebroeders Heijmen en Melis Holwerf. Ja, achter ons zien we een mestscheider en die is eigenlijk helemaal door jullie ontworpen, hè? Ja, dat klopt, ja. Het idee is ontstaan omdat ze begonnen te schrijven in vakbladen over mestscheiding. En wij dachten dat dit misschien wel een gat in de markt. Dus wij zijn verder gaan ontwikkelen ermee om hem bij boeren neer te zetten als machines helemaal voor het product. En het was al, heb ik begrepen, toch al een bestaande machine die jullie verder geoptimaliseerd hebben, dacht ik, hè? Ja, dat klopt. De machine zoals hier achter staat, dat is gewoon in de markt te koop. Wij hebben hem eigenlijk doorontwikkeld zoals hij hier achter te zien is. En eigenlijk naar eigen idee helemaal ontworpen. Ja, want we zien hier dat er eigenlijk rechtstreeks vanuit de gierput gaat eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, het wordt daar opgezogen en dan gaat het door een schredder heen. En dan gaat het door die separator heen. En die scheidt de dikke fractie van de dunne fractie. En dan dat dikke, dat wordt gebruikt voor boksenstrooisel. En het dunne, dat wordt weer apart in de put gelost. Ja, want dat wordt weer gebruikt voor boksenstrooisel. Wat is daar het voordeel van? Nou, de voordelen zijn, er hoeft geen zaaksel meer aangekocht te worden. Dat is op het ogenblik een duur product. En eigenlijk zit het product in de put, dus je kunt het oneindig blijven gebruiken. En het drukt de kosten. Vergelijkbaar met het huidige zaaksel, dan scheelt het toch wel een 40% op de kosten. Kijk, en dat is toch behoorlijk op het ogenblik.
Ik heb ook begrepen dat het zelfs ook voor de koeien wat beter is. Ja, dat klopt, ja. Scheelt een hele hoop tegen klauwpijn, zeg maar, klauwzeer. En de knieën, die worden ook niet meer rauw. Maar ze liggen ook wel op rubber matting. Maar ja, dat is helemaal finest. Dan kijk je natuurlijk altijd weer naar het economische aspect. Levert dit op? Voor de boer wel, ja. Ja, het is de helft van zaagsel. En het levert voor ons ook op en het scheelt putruimte. Maar dat zaagsel komt ook weer in de put terecht. Ja, en de boeren misschien minder afvoerkosten voor de gieren te betalen of iets ergens? Ja, het product wordt eigenlijk niet afgevoerd. Het wordt weer hergebruikt. En ze kunnen met de dunne fractie dat daar in de put komt, dat is erg stikstofrijk. Dus ze hoeven ook weer minder kunstmest aan te kopen, omdat dit een stikstofrijk product is en snel opneembaar is door de gras. Want die stikstof wordt weer over het land gestrooid? Ja, dat klopt. Ja. Gewoon geïnjecteerd weer op het land. Jullie gaan verder met deze machine? Ja, we gaan wel verder met deze machine, ja. Ja. En dan vandaag natuurlijk dan ook nog eens een keer de duurzaamheidsprijs, hè? Ja, dat is helemaal leuk, ja. Daar hadden we natuurlijk nooit op gerekend toen we eraan begonnen. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, veel succes ermee en wellicht kunnen jullie nog een volgende machine ontwikkelen. Ja, wie weet. We gaan dit in ieder geval doorontwikkelen, een beetje uitbreiden. En we gaan hier eerst mee aan de gang en ons daar helemaal op richten. Zijn er nu al veel boeren waar jullie dit toepassen? Ja, we hebben nu een boer of 15 waar we elke 3 weken draaien. Hier in het rayon, zeg maar. Want je moet natuurlijk om de zoveel tijd moet je terugkomen. Ja, gemiddeld is het om de 14 dagen dat we draaien. Dus we hebben een kringetje dat we toch continu aan de gang kunnen blijven, ja. Ja. Dit is in ieder geval de oorkonde, zeg maar, waar het op staat. Vorig jaar hebben we dan de Stichting Dupan gegeven en dit keer komt het aan jullie toe. Okay. En we zijn trots dat het ook naar Eemdijk gaat. Ja, ja. Dat is één deel, die kun je aan de muur hangen. En dit is ook een heel mooi onderdeel. Daar zie je als het ware een prachtig iets wat je ook buiten kunt neerzetten. Waar het ook gaat om de duurzaamheidsprijs, uitgereikt door ons aan jullie. En het staat er heel mooi, agrarisch loon- en verhuurbedrijf Holwerf Eemdijk. Dus fantastisch, van harte gefeliciteerd met deze prijs. Mag ik jou deze geven, Heijmen? Ja, dankjewel. Gefeliciteerd met dit mooie succes. En dan geef ik die aan jou, Melis. Ja, laat hem niet vallen. Precies, ja. En jij ook niet. Nee. En van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Heer Andries Nicolai, fractievoorzitter ChristenUnie. Ja, Andries, jullie hebben net weer de duurzaamheidsprijs uitgereikt namens ChristenUnie. Ja, dat klopt. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. We hadden dit graag op de agenda van de gemeenteraad willen hebben. De gemeenteraad ging daar tot nu toe niet in mee, maar omdat wij duurzaamheid echt heel belangrijk vinden voor onze gemeente, zeiden we, nou ja, we kunnen afwachten, maar we nemen zelf het initiatief. En dit is de tweede keer dat we hem uitgereikt hebben. Want? Ja, wij zijn een partij die het rentmeesterschap en bezig zijn met de schepping heel belangrijk vindt. We worden wel eens geassocieerd met links, maar dit is geen linksteen. Maar dit is gewoon als christen verantwoord omgaan met de schepping. En wij vinden dit een prachtig voorbeeld van ja, hoe mest uit de put binnen 2-3 minuten ook weer voor een deel gebruikt kan worden. En hoe meer mensen op een goede manier met de schepping bezig zijn, hoe meer we ook kunnen denken aan ons nageslacht, aan de kinderen, maar ook aan de manier waarop je met de aarde omgaat. Op woensdag 14 november werd in de Emmanuelkerk weer een middagbijeenkomst van de PCOB gehouden. Er was weer een flinke opkomst. De aanwezigen hebben deze middag als zinvol, gezellig en leerzaam ervaren. De schriftlezing werd door bestuurslid Hille de Graaf verzorgd. Behalve het leerzame en zeer gewaardeerde Bijbelse element was er ook deze middag ruimte voor ontspanning en was er een optreden van de Klepperklompen uit Borne. Bert Manasse uit Amersfoort kreeg woensdagmiddag van burgemeester Lucas Bolsjes een potje met sieraden terug. Het glazen potje is in de Tweede Wereldoorlog door zijn Joodse familieleden verstopt in de woning die tussen de Westsingel en de Hellestraat stond. Het potje met sieraden kwam onlangs tevoorschijn bij archeologisch onderzoek op die plek. Gewoonlijk zijn archeologische vondsten eigendom van de gemeente. In dit geval was de relatie tussen de vondst en de voormalige bewoners van die plek zo duidelijk dat het Amersfoortse college besloot om een uitzondering te maken. In het met watten opgevulde potje zitten horloges en ringen die in de vorige eeuw in de mode waren.
Nadat het kleinood was opgegraven, bleek uit onderzoek in het gemeentelijk archief dat de familie Manasse voor, tijdens en nog na de oorlog in het verdwenen pand heeft gewoond. Woensdagavond was in het Spand Bussum de spanning te snijden. Daar werd de 17e editie van de Retailprijs gehouden. Maggie's Mode was daar aanwezig in de persoon van Maggie en natuurlijk haar zeer gewaardeerde medewerkers. We troffen voor de uitreiking Maggie toevallig aan. Maggie, daar zit je lekker in een stoel van tevoren. Hoe voel je je? Ik voel me heel erg, het klinkt heel raar, maar heel gelukkig. Ik ben heel relaxed, ik voel me niet zenuwachtig. Dat klinkt ook heel raar, maar het is echt zo. Ik geniet heel erg van de avond. Het is echt een feest. Allemaal mooi aangekleed, mooie jurken, mannen in smokings. Ik heb mijn team bij me, wat hele dierbare vrienden. En ik laat het allemaal eigenlijk helemaal over me heen komen. Ik ben misschien ook zo relaxed omdat ik er niet van uitga dat ik bij de winnaars zit. Dus al wat extra komt is voor mij een feestje. De avond werd geopend en daarna kwam de jury belangrijke mensen op. Er werden deze avond 9 prijzen uitgereikt. De eerste prijs was voor de leukste winkel om te werken en werd uitgereikt aan Deens supermarkten. De tweede prijs was voor het beste retail excellence idee en was voor Experian. Toen kwam de prijs voor de beste starter en deze was voor Colori. Het beste op het gebied van bricks en clicks bleek de Bijenkorf te zijn, die deze onderscheiding zelfs voor de tweede keer in ontvangst mocht nemen. Toen was eindelijk het moment daar. Het moment dat bekendgemaakt werd welke van de 3 genomineerden zichzelf beste zelfstandige winkel mocht noemen. Vooraf, om de spanning nog wat op te voeren, werd een tipje van de sluier opgetild door dingen te noemen als: men komt er altijd zo graag. Ze doen het zo goed omdat ze eerlijk en betrokken zijn. Ze onderscheiden zich in prijs en vooral in assortiment. Toen was er al wel een mooi vermoeden welke kant het opging. Maar toen eindelijk het verlossende woord werd gesproken en bekend werd dat Maggie's Mode zichzelf dus de beste zelfstandige winkel mocht noemen, ging er een luid gejuich op. Niet in het minst van Maggie zelf. De tevreden klanten die hebben hun favoriete winkel opgegeven en beoordeeld. En die top 10 die is in de Telegraaf verschenen, ik meen op 27 oktober. Daar hebben weer allemaal mensen op gestemd en daar is een top 3 uitgekomen. Dat zijn de genomineerden van vandaag. We gaan naar de volgende prijs. Het is de publieksprijs Beste Zelfstandige Winkel. En dan wil ik graag naar voren roepen de directeur van Q&A Research and Consultancy. Dat is Frank Quicks. Kom erbij. Dan geef hem een applaus. Frank. Omdat we weer 3 nieuwe genomineerden hebben. Zal ik die maar eens even gaan opnoemen. Dat is Maggie's Mode. De Wereld van Jansje. En Bakhuis Steenbergen. Ja. De Telegraaf heeft veel aandacht besteed aan deze prijs. Waarom is dat? Omdat wij de zelfstandige en de retailer heel erg belangrijk vinden voor de krant. We hebben altijd een hart gehad voor het bedrijfsleven en zeker het... Het MKB, het is gewoon van oudsher dat het ons hart heeft, het hele gebeuren. En het past ook heel erg bij de consument uiteindelijk, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Wie hoop je nou stiekem zelf dat er wint? Eigenlijk heb ik helemaal geen voorkeur. Dat zou ik ook zeggen. Ja, maar het is ook echt waar. Is dat zo? Ja, dat is echt waar. Nou ja, je laat ons wel in spanning, hè? Je gaat ons ook toch een beetje het verlossende antwoord geven. Mogen wij de envelop? Alsjeblieft. Kijk, daar komt hij. De gouden envelop. Alsjeblieft. Stella, vertel ons. Wie is er de winnaar van de publieksprijs Beste Zelfstandige Winkel? Ja, zou het dagelijks groot zijn, zou dat toch ook de heel hoffelijke streven zijn van de Wereld van Jansje. Die met gehandicapten werken, wat ik toch ook heel erg... de prijzen vindt. Of zou het Maggie's Mode zijn? Maar het is Maggie's Mode. Kom iedereen, winnaars! Maggie's Mode is gefeliciteerd! Gefeliciteerd, fantastisch.
trots? Ja, ook trots. Jullie hebben wel alle aandacht, hè? Want ben je trots? Ja, heel trots. Ik zie hier ook al een cameraploeg. Wat doen die nou hier? Wij worden gevolgd voor een docusoap voor de EO over het dorp Spakenburg. En dat programma heet Voetbal, Cake en Kibbeling. Vanaf 3 december te volgen op Nederland 1. Elke werkdag. Ja, recht de zaken van meteen reclame. Kom dat even goed uit. En dan staan jullie hier ook nog op het podium. En dan hebben jullie gewonnen. Fantastisch, echt fantastisch. Ik ben er fantastisch blij mee. Waarom is het terecht? We zijn ontzettend trots omdat we echt een team zijn. En Mandy stuurt dat team fantastisch aan. Daarom zijn we zo trots. Je bent een beetje geëmotioneerd, hè? Weet je wel. Ja. Je mag huilen. Ja. Tot straks. Verschil maken met de twee concurrenten. Ik moet wel zeggen dat het, en dat is natuurlijk heel vervelend voor de nummer twee. Want het is net niet. En vorig jaar was het ook niet. En dan is het. Het scheelde volgens mij een honderdste van een punt. Zeg. Ja, ja, en dat is. Weet je, en dan is het ook, dat is net als bij schaatsen. Dan heb je heel hard geschaatst. En dan kom je net als tweede aan. En dan ben je toch tweede. En dat is dus. Maar des te mooi. Kijk, ik moet eerlijk bekennen, ik kende Maggie Winsmolen niet. Ik heb twee collega's bij ons op kantoor uit Runsport Spakenburg. En die zeggen dan altijd, ken je dat dan niet? Maar in Bunschoten Spaakburg is het echt wereldberoemd. Oké, hartstikke goed. Kijk, en voor de twee genomen die niet hebben gewonnen, gaan wij zo meteen natuurlijk ook gewoon een dadelijk applaus geven. Want een paar honderdste van een punt. Hè? Net wisselen is zuur, maar goed, er kan maar één winnaar zijn. En dat is Mickey Polen! En ze is hier, samen met haar coach Herman Hoeksem. Welkom bij ons. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Hoe is het met Maggie nu de enorme hype achter de rug is? Ja, het is nu net of het pas doordringt. Het is vanmorgen vroeg eigenlijk pas ook geland. Zo van, oké, en nu? Nu ben ik gewoon een winnaar van twee hele ambitieuze prijzen. Het is genieten, maar het is ook wel heel bijzonder. Het voelt... Ja, alsof het niet van mezelf is. Nee, want je had die eerste prijs gewonnen. En voor ons was het toen klaar. Maar je won er nog één. Vertel eens. Ja, ik won dus inderdaad als eerste de publieksprijs. Nou, als je op geen van beide prijzen rekent, dan is elke prijs de hoofdprijs. Maar toen ik inderdaad de publieksprijs kreeg en de ontlading daarin zo groot was... En ik vervolgens weer op mijn stoel zat, toen wist ik ook, oké, dan worden er niet meer prijzen vergeven. Want in dat hele prijzen gebeuren ontvang je gewoon één prijs en dan is het klaar. Nou, vervolgens kwam drie kwartier later de nominatie voor de vakjuryprijs en ik stond daar op het podium. Ja, en ik was er stellig van overtuigd, ja, dat het gewoon niet waar zou zijn. Totdat mijn bedrijfsleidster Anja naast mij stond en bijna het moment van bekendmaking er was. En zij tegen mij zegt, we staan op het briefje. En dat landde ook nog niet, maar zij was natuurlijk zo gefocust op die jury. En die jury die haalt het briefje omhoog. En daar staat onze naam op. En toen maakte de jury bekend, voor het eerst in 17 jaar gaat de tweede hoofdprijs... naar één ondernemer en de prijzen gaan vanavond naar Spaak, naar Maggie's Mode. Nou, wat er dan gebeurt, dan heb je geen controle meer. Ik krijg er kippenvel van. Ja, maar het was ook echt, ja, het was gewoon hysterie. Het was echt hysterie. En ook in de zaal. Want het was ook voor de zaal bijzonder dat die, ja, weet je, naar Spakenburg en naar een
En ja, ik voel me dan in zo'n gezelschap ook echt wel zo'n dorpsmeisje tussen zoveel landelijke bekendheden. Maar ja, hij ging gewoon mee naar Spakenburg. En wij waren gewoon allemaal super trots. Iedereen stond te juichen. Ja. Herman Hoeksom, je bent coach. Wat houdt dat nou precies in? Wat heb je daar precies mee gedaan? Wat je doet is je kijkt naar gedrag en naar houding van mensen. Veel mensen hebben een doel, maar waar ik naar kijk is of mensen ook voor de volle 100% erin geloven. En ook die laatste twijfels bij zichzelf weten weg te nemen, want alleen dan zijn ze 100% gefocust. En die laatste paar procent overtuiging die hebben we in de loop van de tijd, heeft Maggie die op een fantastische manier voor zichzelf ontwikkeld. En dan komen al die talenten die ze heeft volledig vrij en dan krijg je dit soort prachtige resultaten. Ben je ook trots? Ik ben echt trots. Ik zou bijna vragen, hoe trots ben je wel? Nou, ik ben verschrikkelijk trots, want je zegt kippenvel en ik voel dat nu ook weer. Ik vind zelf een rol op de achtergrond altijd het prettigst. En dan kan ik dan ook op mijn gemakje genieten. Maar van binnen ben ik ongelooflijk trots. Want ik weet hoe de situatie een paar jaar geleden was en ik zie wat het nu is. En dat is een waanzinnige prestatie, zeker in deze tijd. Als je kijkt naar de economie, als je kijkt naar retail, dat geeft alleen maar meer glans aan deze overwinning. Jawel, want dat werd de hele avond ook gezegd, retail, het is moeilijk, hè? Hoe is dat voor jullie? Nou, om even terug te komen op wat Herman zegt. Het is al heel lang mijn doel om deze prijs te halen. Maar ik heb mezelf nooit goed genoeg gevonden om deel te nemen aan die prijs. Dus om mezelf daarvoor in te schrijven. Maar als je toch die ambitie hebt, heel stil ergens op de bodem van je hart heb je die ambitie. Maar durf je het niet naar buiten te brengen. En Herman is daar eigenlijk een bepalende factor in geweest. Dus hij heeft geleerd om mij eigenlijk ook mijn dromen te laten leven. En om misschien iets zekerder te worden van, joh, het is een fantastische winkel, doe er iets mee. Ja, nou het is natuurlijk een heel proces geweest. Het is niet zomaar als hij dat zegt dat landt. Dat is bij mij, ik heb er echt wel jaren voor nodig gehad. En ook mijn team. Dus we zijn ook met elkaar eigenlijk een soort verbond geworden. Waarin we gewoon zo goed zijn ontwikkeld en het nu ook gewoon echt wel sterk, wel met beide benen in de modder hoor, maar wel sterk aankunnen. En het is voor mij gewoon wel bepalend geweest dat hij in mijn leven en ook in het leven van mijn team is gekomen. We zijn daar allemaal wel sterkere, mooiere mensen van geworden. En weet je, het is ook zijn prijs. Ik bedoel, als ik hem niet had ontmoet, had ik denk ik nooit meegedaan en was het ook niet tot zo'n mooi resultaat gekomen. Twee trotse mensen en volkomen absoluut terecht. We zijn eigenlijk met het hele dorp, want dat is Spakenburg. Ja. Hè? Zo'n winkel, de beste zelfstandige winkel in Spakenburg. Allemaal trots. Ja. Helemaal super. Hoe reageerde je team? Ja, weet je, hysterisch. Die waren uitzinnig. Het is, en nogmaals, het is niet mijn prijs. Nee. Het is een prijs, het is mijn droom geweest. Ik heb hem bij de meiden neergelegd en zij hebben die droom meegeleefd. Ze wilden hem ook. Dus mijn droom is hun droom geworden. En, maar ik gunde, aan het begin van die avond dacht ik, toen ze allemaal zo trots daar zaten, allemaal mooie jurken. En het echt wel mijn ambassadrices zijn. Toen dacht ik, oh, ik gun hem jullie ook zo, weet je. Ja. Het is ook zo verdiend door die meiden, want uiteindelijk zijn zij de uitvoerende, ik ben de producent, maar zij voeren uit. En zij staan symbool voor dat wat wij willen doen. Dus ja, hij is ook echt zo dik verdiend, maar echt door mijn meiden, ja. Echt super. Geweldig. Dat zei je ook aan het begin, maar aan het begin was je heel rustig, zat je zo lekker in die stoel even te vertellen hoe relaxed je was. Ja. Maar toen de ontlading kwam, toen was er ook echt een ontlading, toen stond je gewoon heel hard te huilen. Je hebt toch een enorme spanning gehad. Ja, en die spanning kwam op het moment dat ik de zaal in kwam en mijn concurrentie zag. Het imponeerde me, weet je. Al die mensen, die imponeerden me. En hun houding, hun gedrag, hè, ook altijd iets zelfverzekerd. En ik ga dan nog altijd zoiets naar de underdog. Dat imponeerde me. En ik had een collega naast me. Dat was ook zo'n fijn moment. Die zei, de race is nog niet gelopen. Kin omhoog, schouders naar achteren. Want hier zit jij en je zit hier niet voor niets. En toen dacht ik, oké, het is waar. En toen kreeg ik een bepaald soort vechtlust, terwijl ik niks meer kon vechten. Nee. Maar wel nog iets van, weet je, toen gaf ik het allemaal weer kansen. Ja. Nou, toen heb ik echt 3 uur lang in totale adrenaline doorgebracht. Het was echt afschuwelijk. Mijn lichaam was shaked. Het stond strak en stijf. Ja, het is wat. Hoe heb jij erop gereageerd? Toen je hoorde dat het gelukt was. Heel blij, maar voor mezelf in mijn uppie, want daar kan ik ontzettend van genieten, omdat dan komt die hele film voorbij van 4 jaar geleden in een wat kleinere winkel.
De gevechten die gevoerd zijn onderweg, de confrontaties die Maggie met het team is aangegaan. Dus een hele film komt voorbij en dan kan ik ongelooflijk blij van binnen zijn. En dat is mijn manier van genieten. Ja, ik heb je net ook stiekem helemaal zien stralen, dat mag gerust hoor. Ja. Nog één vraagje, van tevoren heb je er heel veel voor moeten doen toen je in die race was. Wat allemaal? Ja, ze zijn er! Ja. Het is een proces geweest van jaren, dus om daadwerkelijk mee te gaan doen. En toen ik daadwerkelijk genomineerd was, bij die vijf laatste hoorde, toen heb ik echt alle PR-kanalen die ik had ingezet. Ik heb dus een glossy gemaakt die echt heel groot uitgedragen is, die de Bunschot fantastisch heeft ontwikkeld. We hebben heel veel populaire evenementen gemaakt, dus met Mike de Boer, een nieuw soort modeshow, fashion dinner. We hebben heel veel publiciteit gezocht. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon in die winkel continu gewerkt om ons doel te halen. Want we kregen mystery shoppers, we kregen vakjurybezoek. We zijn echt door de mangel gegaan, zoals we dat hier zeggen. En continu moesten we presteren. Dus de druk bij die meiden is ook heel erg hoog geweest. Maar ja, dat is hij altijd. Maar als je weet dat dit allemaal boven je hoofd hangt, dan ben je gewoon heel erg bewust. Ja, dat je continu moet presteren. En dan nog, want ik heb hier een gekke foto. Kijk, wij wilden een leuke foto van jullie maken. En ineens stonden daar op het podium waar niemand mocht filmen, twee mannen. Ja. Weet je het? Ja, dat is de cameraploeg van de EO. Die bezig zijn met de docusoap over Bunschoten Spaakburg. En ja, dit zijn die drie jongens die zijn al vanaf mei bij me. Ze zijn eigenlijk ook gewoon een soort maatjes van me geworden. En die hebben echt zulke mooie momenten vastgelegd. Dus de verhaallijn begint gewoon bij het maken van het magazine. Tot woensdagavond de euforie op het podium. Het is ook zo leuk voor de serie dat we gewoon die prijs hebben gewonnen. Dat het gelukt is, ja. Ja, dat is echt heel erg ook een kroon op de serie, denk ik. Tenminste, met mijn rolletje daarin. Nou, rolletje. Niet, hè, Herman? Ik denk dat het dreigt uit te groeien tot een hoofdrol onderhand. Dus daar lijkt het op. Helemaal leuk. Nou, geniet ervan. En misschien is er ooit nog wel meer te winnen. Ik weet het niet. Ga er lekker mee aan de slag. Wij zijn als dorp Spakenburg, Bunschoten, Eemdijk. Helemaal trots. Ja, en ik denk ook dat wel heel voelbaar is. En dat ik dat ook gewoon duidelijk wil laten zijn. Dat het is niet mijn prijs. Het is niet de prijs van mijn team. Weet je, het is onze prijs. Wij zijn Bunschoten Spakenburg. En deze prijs staat gewoon ook symbool voor Spakenburg. City marketing en kom maar op. Kom maar naar ons mooie dorp. Chauvinistisch tot en met. En nog terecht ook. En nog terecht ook. Daar besluiten we mee. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was het weer, Spakenburg nu. Dinsdagavond om 8 uur zijn we er weer. En u kunt altijd uw nieuws bij ons inleveren. Telefoon 298-7171, e-mail rtv@omroepspakenburg.nl. Een heel fijn weekend gewenst.